Groningen doet het beter dan VVV. 7e plaats ten opzichte van een 14e. Verschil 5 punten. Geen wijziging in de opstelling van Groningen. Never change enzovoorts. Van Hintem, Itakura, Dammers, Dankalui. Dammers moet uitkijken met 4 gele kaarten op zak. Daniel van Kaam en Matosiva zijn eigenlijk de 2 controlerende middenvelders. Daarvoor dan Joosten van de linkerkant, daar Kroes van de rechterkant. En daartussenin El Masoudi en Strandlasser. Normaal als diepste centrale man. Dit zijn de mannen die de leiding hebben. Allard Lindhout en de VAR zit ook droog. Edwin van der Graaf. Nog maar eens elkaar wat toespreken. Tussentijds gelukkig wel de wedstrijd tegen Den Bosch gehad. Schäfer is de linksachter, geen Schmid. Swinkels, Gelmi. En dan Pacionik, Jansen, Post en Lindhorst. En dan Van Krooy en Masnash. En Jar Koumakis. Kirschbaum dus weer terug, Torsten Kirschbaum. Zizou wordt hij genoemd door zijn medespelers. Het is een bepaald niet onaardige actie van Masnash. Zizou. Zinedine Masnash. Geleend van Napoli. Dank u wel. Post kroopt ervoor. Maar Groningen kan toch door. En dan zou Strandlasser hebben moeten doorlopen. Hij stond een beetje vast. Da Kroes. Strandlasser. En Swinkels die krijgt de arm van de Noord tegen zich aan. En dan wordt er gewoon doorgevoetbald en binnengeschoten. En is de treffer die Lindhout telt. Groningen op voorsprong via Van Kaam. En Swinkels heeft pijn. Hier let op. Strandlasser. Paf met de elleboog. Maar ja, ga daarom eens van zeggen dat het expres is. Zo'n lieve Noorse jongen. Lindhout gaat zelf kijken. En gaat bekijken wat u en ik hier hebben kunnen zien. Ja, nu wel. Ja, ik zie mensen in zijn gezicht. Ja, maar ik zie hem in zijn gezicht. Ja. Ja. Gaat hem afkeuren. Ja, blijft 0-0. Let wel op, Swinkels houdt die arm vast, hè. Hier, kijk. Wat is dat dan waard? Daar is niet naar gekeken, denk ik. Het zou ook nog kunnen zijn dat Swinkels dat zelf doet, hè. De hefboombeweging. Ja, je kunt er van alles bij bedenken. Bommetje van Da Kroes. Joosten. Ja, dan alsnog de treffer voor Groningen een paar minuten later. Nu is het Patrick Joosten met zijn eerste van het seizoen. En hij is erg blij, Patrick Joosten. En Saoudi het overzicht, Da Kroes ook. Gaat voorbij aan Strandlasser. En dan heeft Joosten de meest alerte reactie. En ook de technisch goede beweging hier met links even gecontroleerd. En dan diagonaal langs Kirschbaum geschoten. 1-0 van Groningen. Strandlasser. Kelby die hield even vast. Is kans op 2-0. Daniel van Kaan. Die de bal niet helemaal lekker raakt. Van Hintem, ja, bijna binnengelopen door Joost, hè, met zijn tweede. En Van Hintem zou dat dan zijn vierde assist zijn geweest in deze nog prille competitie. Matosiwa daar goed tussen. Nou, dat is ook een goede onderbreking van Lundqvist.
waardoor Da Cruz kan. Hij had hem nu moeten geven. Ja, kom eens voorbij. Kan alsnog nu naar Strand Larsen. Ja, en die schiet hem nog keurig beheerst binnen. Goed gevoel voor positie bij Strand Larsen met zijn derde. En het lijkt toch een beetje op die treffer die hij ook in Sittard wist te maken. En nu is Strand Larsen helemaal vrij. Maar nu staat hij ook weer helemaal vrij. Met een paar pasjes terug, ja, dan wordt het toch heel, heel slecht verdedigd daar bij VVV. Want hij kan in vrije positie de bal binnenschuiven. Matosiba. Ja, nog niet onaardig van Joosten. Da Cruz van even geleden met de blijkbaar inschiet met rechter bovenbeen. El Ancouri. Swinkels. Giacomakis verliest het duel, maar die bal lag nog in zijn buurt en toch had hij het al opgegeven. Tekenend. Dat is een aardig balletje. Voorzitter van Schever. Dat leek er dan een beetje op. Strandlas. Met het hoofd. Hunte. Jubilaris. Ja, een goede bal van Hunte. En nu voor het doel. Giacomake. Och jongen toch, voor een leeg doel. Was ook nog buitenspel. Goeie actie van Hunter. Maar er zal Lindhorst hier buitenspel hebben gestaan. Ja, Giacomakis ook. Ja, zou kunnen. Zomaar. Dat bespaart hem in ieder geval de afgang van een historische misser. Dit was een poging van El Ancouri. Giacomakis, slechte paas. Ja, dan zou doorlopen. Nou, uiteindelijk had hij geen idee wat hij moest doen, Dankelui. Maar te verbaasd dat hij niet werd aangepakt, denk ik. Het is zo'n merkwaardig moment. Dankelui, Damiel Dankelui, zomaar van achteruit. Helemaal kan doorlopen, dat niemand hem lastig valt. Dat zijn toch opmerkelijke zaken. Joosten. Joosten. Ja, niet onaardig. De bal krijgt de curve niet. Post en Masoidi in het duel. Hier is het vervolg bijna 3-0. Dat had hem kunnen zijn voor Goedmoesson. Misschien ook wel moeten zijn. Ja, niemand valt hem lastig. Dat wil zeggen, er was even Gelby die vasthield. En uiteindelijk is het schot niet zo heel erg spatzuiver en spathard meer. Maar misschien, als die bal een keer goed valt, dan nou, dat had toch een treffer moeten zijn. Want dit moet natuurlijk beter ingekopt worden, dan is het zomaar 2-1.
een terechte, meer dan verdiende overwinning voor Groningen. Dat na 7 wedstrijden inmiddels op 13 punten komt. Beste eredivisie start sinds 2010-2011. Toen hadden ze er 15 na 7 wedstrijden. En VVV, zeker bij de treffers, naïef verdedigd. Veel te veel ruimte gegeven. En zelf aan de bal. Niet of nauwelijks gevaarlijk geweest. Misschien nog nu hier met Arias. Dammers ertussen. En dan weggehaald door Lundqvist. Balken eventjes aan de bal. En in de laatste seconde komt VVV nog eens met heel veel mensen daar. En met een omhaal nog gescoord ook. Het is toch een spits hoor. Giacomakis. Je ziet hem dus de hele wedstrijd alleen maar verkeerde dingen doen. En dan haalt hij met een omhaal even om. En er is nog een fraaie treffer ook. Die te laat komt om er nog van spanning bij te krijgen. Maar een goede treffer is het. Van Giacomakis. Giacomakis, het is goed voor zijn statistieken. Maar ze waren kansloos. Al doet de eindstand dan anders vermoeden.